Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast, jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Ketonen in het sportdieet, zinvol of onzin? Nu het wielerpeloton weer serieus aan het koersen is, komt ook het gebruik van ketonen om de hoek kijken. Waar wordt deze beoogde superbrandstof voor ingezet en wat is het bewijs dat ketonen de sportprestatie bevorderen? En dan nog het populaire ketogene dieet. Heeft een duursporter daar echt wat aan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, daar zitten we weer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het weer eens ouderwets hebben over een mooi artikel wat je hebt geschreven voor Sportgericht. Klopt. Het vakblad voor bewegingswetenschappers. Mm -hmm. En daarin ben je in de wereld van de ketonen gedoken. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om daar eens uh, wat dieper ja, in te gaan? Dat is vorig jaar uh, rond deze tijd uh, gebeurd. Want uh, de tour was uh, begonnen. En uh, de media hadden ineens opgepikt dat uh, ja, een aantal ploegen aan de ketonen zaten. Waarbij uh, dat meteen wordt gekoppeld ik wou aan presentaties, inter Interessante woordkeuze ja. aan de ketonie. Ja. Er zit een zweem ja. van. Heeft ook te maken met hoe de media het natuurlijk brengen. Als zijn wondermiddel of uh, iets in, in die trant. En het, het maakt het echt erg interessant, vond ik omdat sommige ploegen het wel deden en anderen niet. Dus ja. in die zin. Uh, in die zin was het ook iets van. hey. Als je ze gebruikt, er zit iets speciaals, waarom doe je dat? En juist, ja, nou, Jumbo-Visma. Onze Nederlandse trots. Begon ja. erg strak. En uh, die gebruikten ze wel. En dan is al snel de sprong gemaakt. God, zijn, dat is, zijn dat, is dat... Toch een wondermiddel dan die ketonen. Ja. En, uh, en zij waren daar overigens helemaal open over. Hè? Ja, en zij gebruiken dat, en we laten dat zien. Klopt. Andere ploegen die kijken ja. daar met. Ja, volgens ja, Sunweb Sun was juist van nee, wij vinden het onvoldoende uitgezocht. We weten niet of het nadelige effect heeft op de lange termijn. Dus in het kader van de gezondheid voor de renners. Dus wij doen het niet. Ja, dat geeft controverse al. Van nou, ga je denkt, hmm, is het hmm. een te gevaarlijk stofje dan misschien? Nou, uh, ja, woorden als, als doping, daar komt de discussie. Waarom staat hij niet op de dopinglijst? Zou het dan wel moeten? Nou, uh, toen had ik zoiets: hey, maar ketonen, ja, daar heb ik al iets eerder van gehoord. Was namelijk in de begintijd van Sky ja. ook al even in 2012 eigenlijk Olympische Spelen Engeland. Toen verdween het al redelijk snel. En nu, dus acht jaar later, steekt het weer de ja, kop op. En dat vond. Toen dacht ik: oké, okay, wat is in de tussentijd? eigenlijk in die acht jaar uh, veranderd aan studies, aan inzichten, waarom ketonen dan nu ineens weer of populair worden opnieuw bij ja, veel ploegen eigenlijk. De helft van de ploegen zo'n beetje gaat het om. Ja, wielerploegen in het ja, hebben we het klopt. Dan over, Ja, klopt. En dan Want wordt het ook in andere sporten gebruikt? Ja, het wordt altijd gekoppeld aan wielrennen. Dat heeft ook te maken met uh, de duur van de inspanning. En het feit dat je dagenlang lang op die fiets zit. Ja. Uh, en waarbij het, uh, nou ja goed, kom je op het punt waarvoor wordt het gebruikt. En dat is toch om de, als, als energiebron. Okay. En dan uh, als aanvulling op de bestaande energiebronnen. Waarvan, nou we kennen de koolhydraten en de vetten. Dat zijn ja. de twee belangrijke eiwitten kunnen in het geval van... Uh, als je lang, langdurig vast kunnen eiwitten uiteindelijk ook omgezet worden... weer in glucose. Maar dat, ja, dat, dat wil je eigenlijk niet. Uh, en dan komt er ineens... ketone bij als een soort vierde... brandstof wordt het genoemd. Ook wel eens de... gevierde brandstof. Van. Ja. Dus uh, het gaat er eigenlijk om, ja, uh, wielrenners verbranden, uh, reten veel. Uh, en daarom en moet... is dat de eerste sport waar Precies. dat uh, de kop ja, op steken. maar en ik geloof zou... ook wel dat triatleten daarmee, uh, en ultrasporters mogelijk, uh, daar, daar ook maken. mee bezig ja. zijn. Ja, want dat gaan we doen in deze aflevering. Hè? De titel belooft het al, onzin of zinvol, mm -hmm. daar houden wij van, dat soort uitspraken. Yep. We gaan even op zoek naar de basis, wat is het eigenlijk, uh, wat doen het? We kijken naar topsporters, dus wat doen die ermee? Prima. En aan het einde uh, zijn ook veel amateurs en mensen ook in onze directe omgeving, die zich bezighouden met een ketogeen dieet. Ja. Laten we eens uitzoeken wat dat dan is, wat het verschil is en of we dat ook kunnen koppelen aan prestatie. Goed maar zoals altijd, de basis. De basis. Je, je, je zei net ja. al even, een vierde brandstof. Is het, is het een pil? Is het een poeder? Uh, wat, wat, nou, wat in ik? principe uh, is het iets wat je lichaam zelf aanmaakt als jij lange tijd gaat vasten. Oké. Okay. Daar is het uh, bekend van. En dat is uh, omdat. Op een gegeven moment, uh, nou, jouw glycogeenvoorraad, hebben we het over gehad, hè? Ja, dat is de direct beschikbare energie ja. in je spieren en leven. Ja. Als die opraakt, en dat is bij het sporten gaat dat sneller dan als jij niks doet. Maar uiteindelijk, ja, suikers worden gebruikt door je lichaam. Ook als, zoals we hier zitten, hè? Ja. Uh, uh, het probleem heeft alleen, uh, de alternatieve bron is dan de vetten. Dat is prima voor spieren, hart, als ze niet hard hoeven te werken. Alleen, je hersenen... Ja. Die zijn echt afhankelijk van glucose. Dus als die glucose, de glucosevoorraad verdwijnt, opraakt, dan gaan die. Het, het lichaam gaat dan zeggen: jongens, we kunnen niet zonder brandstof voor de hersenen. Ja. Uh, en die hersenen die kunnen namelijk wel op ketonen. Uh, die kunnen ze verbranden. Oké. Okay. Nou, hoe kom je dan aan ketonen? Uh, het lichaam besluit dan bij dat signaal om te zeggen: oké, okay, we gaan ketonen aanmaken. Mm -hmm. En dat doen ze eigenlijk uit vet, uit vrije vetzuren. Doet de lever. De ja. lever heeft de machinerie om uit vrije vetzuren... ketonen aan te maken. En dat zijn eigenlijk... Drie... van mijn beeld, Juggen, vrije vetzuren... Ja, is, is dat hetzelfde, ja. vet bij nou, de salamandjes? Ja. Ja, ja, dat zijn... Uh, dat is een, uh, dat, die, die zitten gekoppeld in het vet. En die kun je ook... die hebben ook weer een, een hoofdketen... En, uh, en ketens van okay. vrije vetzuren. Onderdeel daarvan. Ja, en die circuleren los in, die, in je bloed in principe. En die... Neemt de spieren nemen ook op wanneer zij uh, die willen gaan verbranden? Ja, maar de lever kan dat dus ook. En ja, die, en die de zet lever om in keton. Ja, ketone, en er zijn er eigenlijk drie: drie ketonlichamen. Uh, Acetoazijnzuur, ik heb het nog even opgezocht. Dat aceton. Ja. Nou, en dan de Doe derde: mij aan is nagellak ja, ik denken, toch? De beta-hydroxyboterzuur. zijn maar drie stofjes, okay. waarbij eigenlijk de aceton die adem je heel snel uit. Ja. Dat is volgens mij gewoon ook als jij heel lang niet eent voor je gevoel, dan krijg je een beetje een smaak. Ja, dat is even hè? vooruitlopend op uh, dat ketogeen die heet. daarvan ja. wordt gezegd. Mensen die dat doen, die stinken Stinkend. erg uit de ja. mond, toch? Ja, en volgens mij is dat uh, aceton dat, dat, wat dan. Uh... Nou, dan heb je die twee anderen. Uh, die in principe prima door de hersenen. Uh, gebruikt kunnen worden als brandstof. Ja. Dat is normaal vasten. Is dit een, een snel of een traag proces? Ik bedoel, is dit een acuut proces wat het lichaam doet als je zegt... hé, hey, je zit na anderhalf uur glycosenus op, ik moet suiker... Het gaat best wel, alleen ja, hoe langer jou volhoudt om niet te eten... of, uh, of, of weinig op koolhydraten te ja. eten, dan komen we dan straks al bij dat dieet... want dat is eigenlijk gestoeld op het feit, je eet wel alleen maar heel weinig koolhydraten... Ja. Dus daar zitten natuurlijk gradaties in. Maar dat lichaam signaleert gewoon op een gegeven moment, glycogeen raakt op. Hé, hey, nu gaat de lever gaat al iets aanmaken. Uh, uiteindelijk heeft het natuurlijk met, met doseringen te maken, met hoeveelheden. Ja. Wat het, maar dan is de volgende stap, wat doen die ketonen eenmaal uh, als jij gaat sporten? Want prima als we hier zitten ja, en we hebben... Ik dus door, leg je daar dan is dat leg je daar nog ergens een voorraad van aan of nee. is dat gewoon dat wordt gemaakt, en wordt gebruikt? Precies. En is een, een, ja. Een dus, dus niet zoals lichaam. met glycogeen dat je ja. dat het weer samenkomt ergens en wordt opgeslagen. Precies. Nee, dus je moet dus het, is het eigenlijk hebben. eigenlijk een soort noodmaatregel ja. van het lichaam. Ja. En dan uh, dus die lever, ja, die 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 zet gewoon eigenlijk de productie aan meer of minder en uh, nou, dat kunnen ze continu doen. Uh, toen zijn beginstudies al geweest en die zeiden... ja, wat, wat als jij gaat vasten lange tijd en dan gaat sporten? Ja. En dan blijkt inderdaad dat sporters gaan inderdaad ook de Ik spieren... Va vasten helemaal niet eten ja. of uh, geen koolhydraten eten? Of dat, nee, Dat echt. is nog een variant. Ja. Gewoon helemaal vasten. Ja. En dan op een, uh, een, een fiets gaan zetten en dan uh, ja, goed kijken van... aan de hand van de ademhaling, kun je dan vaak al zien... welke brandstof ze verbruiken. En dan uh, kunnen ze schattingen maken... Van hoeveel haal jij uit vet, hoeveel haal je uit ketonen. Uh, en uit die schatting kwam eigenlijk naar voren: ja, goed. Spieren kunnen inderdaad ook ketonen verbranden. Mm -hmm. Dus naast de spieren gaan het ook tijdens inspanning. Maar het is allemaal niet heel veel. Het okay. lijkt allemaal zo'n beetje 10%, misschien 15%. Daarmee suggererend van: ja, de hoofdmoot lijkt toch steeds te zijn dat die. Hersenen met name zeggen ja, maar die ketonen die aangemaakt worden, die willen wij. mij. Ja, ja. En uh, als jij dan wil gaan sporten, ja, dat, dat is jouw probleem, maar die spieren, uh, jullie, jullie pikken mijn ketonen niet af. Toen was al duidelijk van ja, we moeten het hebben misschien van ketonen van buitenaf. Lees, kan je ketonen als poeder of als. Pil. Drankje ja. of als pil. Uh, nou, toen is men aan de slag gaan, kunnen we ketonen maken? Zeg en maar synthetisch. In ik... ja. het lab, in een productieomgeving, Klopt. dezelfde ja. soort stof maken. Ja. En er zijn eigenlijk twee soorten die altijd genoemd worden: ketoonzouten en ketonesters. Nou, zouten, daar krijg je heel veel maagproblemen en daarom van esters. Iets minder. Maar. Het is echt voor de allereerste dat ik deze term hoor: ketoneesters. Ja. esters Ja. ja nou okay. ja, dat, die zijn al, als je teruggaat in de tijd, ooit gemaakt voor het Amerikaanse leger. Oké. Okay. In de tijd van de Golfoorlog. Ja. Er zijn er twee, denk ik, geweest? Denk ik. Ja, klopt. Nou, ja, de eerste, denk ik. Maar jaren negentig. Met het idee van: hé, hey, uh, kunnen wij uh, ja, kunnen we een brandstof ontwikkelen uh, die uh, lang houdbaar is? Oké. Okay. En, en nou ja, maar daarvoor van, is het gebruikt. Een uh, goede reep met veel koolhydraten. Ja, de, ik denk, als langdurige hitte etc. Oh, ja. gaat dat toch Heldig. een beetje. Ja, uh, Alternatieve ja. brandstof. Nou, dat is de persoon die erachter is uh, gezeten. Uit het, die is. Aan de universiteit is een eigen bedrijfje begonnen, de Kieran Clark. Dat is een, een vrouw, een dame. Mm -hmm. En die is uiteindelijk uh, doorgegaan met het ontwikkelen echt van een sportdrank met ketonen. En dat, dat wordt nu gemaakt. Zij zit in Engeland en zoals ik het begrijp, daar begint het productieproces. Dan stuurt ze het uiteindelijk naar Amerika, want daar mag het officieel wel op de markt komen. Oké. Okay. Nou, daar heb je nu dus esters van een bepaald merk, HVMN, die zijn rete duur. Ja. Uh, drie potjes voor 99 dollar. Huh. Zoals ik het vorig jaar opschreef. Ja. En, en dat komt... is dan een poedertje wat je in met water aanlenkt tot sportdrank. Ja, of volgens mij is het al een kant-en-klaar drankje. Okay. Okay. En nou komt de vraag: oké, okay, welke studies zijn daarmee gedaan? En dan kom je uiteindelijk uit op één echte studie. Die door haar lab is gedaan. Ja. En daar hebben... lach jij om als wetenschapper. Ja, dan ga je dan in ieder geval ja, ja, ja. denken van, oké. Okay. En maar die heeft wel een mooi tijdschrift terechtgekomen en op zich een prima studie, waarin ze liet zien van, uh, van, ten eerste, ja, die ketonen worden gebruikt door de spieren als ik maar genoeg van geef. Het gaat om om groot je moet best wel wat geven. En ten tweede uh, in een bepaalde situatie in een gevaste toestand. Als je dan dus mensen daarna een inspanning laat ondergaan, dan gaan ze iets verder fietsen als je ze ook nog ketonen geeft. Oké, okay. ja. iets. Ja. Dus ja dat, dat vinden wij niet nou significant, ja, het significant of wel? Ja, wel, in ieder geval. Dat wel. Ja, 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 zeker. Ja, ja. En daar is het eigenlijk 2016 was die studie al stil blijven staan, ook omdat die verhalen kwamen van die Engelse sporters en de Sky ploeg zelf ook van ja, we hebben het geprobeerd, maar uiteindelijk levert het ons weinig op. Oké, okay. nou tot dan twee jaar terug, of uh, vorig jaar dus. Um, dus even in de tijdlijn, rond de Olympische Spelen van 2012 uh -huh. wordt hiermee geëxperimenteerd in Engeland. Daar komt ja. deze mevrouw ook vandaan, die heeft dat daar waarschijnlijk gedaan. Die ja. doet een studie, die publiceert in 16. En eigenlijk op dat moment zegt die ploeg ja. die uit de praktijk al, oh, wij zijn er wel klaar ja. mee. Hadden ze daar ook argumenten bij, of uh, dat was niet duidelijk. Niet, niet duidelijk. De hype leek, leek eigenlijk over. En ik heb eigenlijk toen is ook rond die tijd eenzelfde review verschenen van mensen van Maastricht. Ja. Die ik uh, vorig jaar ook nog gebeld heb, uh, van, van Luc. Van Loon is de, de hoogleraar uh, voeding daar, en die uh, ja, die heeft dan de titel uh, Magic Bullet or Hype Ketones. Ja, uh, ja eigenlijk zegt hij het argument wat hij gebruikt en wat eigenlijk nog steeds ja bij iedereen als eerste opkomt. Hé, hey, maar waarom zou ik ketonen gebruiken als ik koolhydraten kan gebruiken, omdat koolhydraten zijn in principe de beste brandstof bij uh, nou, hoog intensieve inspanningen, ja, ja. lees als uh, wielrenners even aan de bak moeten, even moeten demareren of ja. een steile berg op moeten, ja, dan is koolhydraten, suikers, zijn de geëikte brandstof die je in principe ook wel genoeg naar binnen kan krijgen met je gelletjes of ja. met je bidon of drankjes. Dus, dus wat waar was het antwoord op deze vraag? Waarom nou, zou ik die twee brandstoffen gebruiken? Nou, en dat, en Luc van Loon geeft daar aan van ja, het lichaam die kiest toch voor de meest efficiënte brandstof. En in dat geval moet dat glucose zijn, omdat het gaat uiteindelijk om: je kan ook glucose anaeroop inzetten, hè? dus ja. als je even te weinig zuurstof hebt. Heb je voldoende zuurstof, dan gaat bij een hoge intensiteit. kiest het lichaam liever ook voor glucose dan bijvoorbeeld vetten. Dat eigenlijk per liter zuurstof ja meer energie verbrand. Ja, verbrandt dus. uh, of ja, op lage voort. intensiteit is je lichaam in staat om vet te verbranden ja. moet dat vet omzetten in glucose en is het energie beschikbaar hoge ener uh, intensiteit ja. glucose nou je kan in principe de vetten direct verbranden ja. maar dat is iets minder efficiënt ja. als glucose dus bij hoge intensiteit kun je a heb je minder zuurstof en wat, en wat gebeurt er nou als ik daar uh, ketone, ester drankjes ja, bij ga drinken? Eigenlijk is dan de, de conclusie nog steeds daar van: ja, het lichaam bij voldoende glucosevoorraad en glycogeen kiest dan toch voor om glucose te verbranden. En dat is eigenlijk. Dat, dat is te meten, dat heeft Luc kunnen testen of andere nou, wetenschappers. Een, dit jaar, en daar heb ik best wel wat pro, pogen op heeft te maken in de social media. Ja. Alleen dat is toch niet. Vo, wat... Volg hem van Tevelen op Twitter. En dat vond ja. ik wel grappig. Omdat vorig jaar werd dan natuurlijk de media waren vol van het, de wonderdrank. Uh, dat was ook gekoppeld aan een studie van Peter Hespel uit uh, België, Leuven. Daar kom ik zo terug op terug. Uh, die, wat hij dit jaar gedaan heeft, Peter Hespel, die heeft echt dit getest. Door twaalf triatleten, uh, daar hebben we weer die uh, dubbelblinde placebo gecontroleerde crossover studie voor, nog hè, wel. Voor de mensen die voor ja. het eerst luisteren naar een Slim Presteren Podcast, nou. de wetenschapper weet niet wie wat heeft, de sporter weet niet wie wat heeft. Er Precies. zijn mensen met werkzaam stof en zonder werkzaam. Ja, en zelf krijgen ze het allebei. Oké. Okay. Dus, uh, okay. en, nou, en wat ze gedaan hebben is de mensen uh, drie uur lang op een uh, fiets gezet in het lab met verschillende intensiteiten. Een soort, uh, echt een, een, een etappe nabootsend. Ja. Toen gezegd, oké, okay, uh, daarna gaan jullie een tijdrit krijgen van 15 minuten... en daarna nog een, een slotsprint. Nou, dat, en daarmee eigenlijk gewoon zeggen... oké, okay, dit is normaal hoe gewiel, uh, met, wielrenners een, een uh, etappe doen. Een etappe ja. doen. Nou, van, tevo de, van tevoren en aan het begin kregen ze dan ketone of placebo. Dus ja. precies, smaakt ja. hetzelfde. Ja. Ja. Uh, nee, maar ja. En dat hebben ze dan uh, gekeken van wat deed dat uiteindelijk op prestatie. Ook op glycogeen, uh, glycogeenvoorraad in de spieren. Dus Na afloop. Ze hebben biopte genomen. Ja, precies. Ze hebben gewoon echt biopte genomen. En dan onder een microscoop uiteindelijk gekeken. Oké, okay, gekleurd. Is het dan nou. dan zou je moeten kunnen vaststellen als iemand ketone heeft gehad. Dat er meer over is ja, gebleven. Ja, precies. Nee. Het glycogeensparende ja. effect wordt ja. dan. Uh, nou, en uh, linksom of rechtsom. Nou, er was gewoon geen verschil. Niet in prestatie, niet in, uh, in, in glycogeenvoorraad uh, in de spieren. En als je dan iets moest benoemen waar een verschil in zat, was eigenlijk dat met die ketonen, en dat is op zich ook bekend, dat, die, dat zijn zure dingetjes in het bloed die uh, zorgen voor een lichte verzuring. Van het bloed. Okay. Nou ja, het is allemaal niet dramatisch. Maar het betekent wel, en het bloed kan heel goed bufferen, et cetera. Je eigenlijk een soort kleine bufferwerking van het bloed al een beetje een schopje geeft ja. met die ketonen. Dus hij ja, zijn conclusie is eigenlijk, nou dat gliekje, geen sparende effect zie ik niet. En nou kijk uit. Want het, het is mogelijk dat je gewoon met je, je bufferwerking van je bloed een beetje uh, de verkeerde kant op gaat. Ja, en dan denk je, ja, dan is de slotconclusie hier. We moeten het niet gaan nemen om dat glycogeensparende effect. Want het grote verschil wat hij zei met die studie van die Kieran Clark was duidelijk. Van, hij heeft gewoon deze proefzone een goed ontbijt gegeven met ja, ja, ja. voldoende gewoon koolhydraten. Ja. Ook, uh, en, en tijdens uh, de test ook genoeg koolhydraten. Dus bij voldoende beschikbaarheid van, uh, van suikers. Kiest het lichaam eigenlijk gewoon voor, voor suikers, heeft die ketonen niet nodig. Nou, einde verhaal, zou je denken. Zou je denken, maar toch ja. gebeurt er van alles in de topsport. Daar gaan we zo nog even mm -hmm. zoomen met vroemen. Uh, zullen we daar ook wat meer op in horen? Leuk. Ja. Uh, die wil ik dus dan denk ik even daar nog vasthouden. Want dan wil ik even naar dat andere kant van het verhaal, die amateurwereld. Want ja. daar zijn wij voor. Mm -hmm. Wij brengen inzichten uit de wetenschap en de topsport naar de amateur. Ja. En uh, bij amateurs is er zoiets als een ketogeen dieet. Mm -hmm. Ja. Wat is dat? Ja, ketogenen is volgens mij heel erg populair, vooral bij ultralopers. En dat is eigenlijk dat jij ja, uh, toch ja, ketonen wil laten produceren door het lichaam. Wel profiteren van ketonen. Ja. Alleen dan uh, zonder dat jij hele dure uh, middeltjes gaat kopen. Die ook nog dus ontzettend vies schijnen te smaken. Mm -hmm. Maar dat jij je, je lichaam laat jij gewoon het werk doet. Uh, zonder dat je, je gaat niet echt vasten. Maar je kiest voor een dieet met heel weinig koolhydraten. Okay. Nou, en dus weinig glycogeenvoorraad. Dus dat lichaam gaat zelf, die lever, gaat zeggen: oké, okay, voor mijn hersenen ga ik ketonen aanmaken. Ja. Nou, en dat is op de een of andere manier. Uh, is het, nou, het is een populair dieet. Ook omdat mensen zeggen: ja, wat je doet, is omdat je relatief veel meer vetten uh, inneemt, is dat je lichaam, je spieren, laat wennen aan uh, beter omgaan aan vet met vetten. Aan ja. vetverbranding. Dat is een van de dingen trouwens die uh, Koen de Jong ook betoogt in ja. zijn sportrustenboek. Okay. Die, daar probeert hij ook je vetverbrandingssysteem ja. te trainen. Zegt hij ook, daar moet je wel Precies. je metabolisme op trainen dat ze dat kunnen. Ja, ja. en dat is, ik, uh, ik weet niet of jij dat wel zoet. doet. Ik ga wel eens s ochtends hardlopen op een uh, lege maag. Zeker, standaard. Doe ik altijd. Ja. Ik ja, eet ja. ook al jaren volle yoghurt. Ik weet niet of het werkt, maar nee. ik vind het wel lekkerder ook. Nou, en en, en, en die, uh, die resultaten zijn er ook zeker. Op ketogen dieet merk je gewoon dat uh, uiteindelijk je vetverbranding gaat omhoog. Dus bij inspanning, bijvoorbeeld voor 75% van je VO2 max. is nog net niet super incentief, maar best mm -hmm. wel. Mm -hmm. Dan zie je gewoon dat die uh, efficiëntie van de vetverbranding omhoog gaat. Ja. Nou, dus, dan denk je. Dus die werking is er. Alleen dan komt het net weer op dat bovenste 20% bij hogere intensiteit. Wat dan? Ja. Nou, en dat is toch eigenlijk linksom of rechtsom, en ik gooi het in de show notes, uh, is, is een studie dit jaar weer uitgekomen van uh, Australische voedingswetenschapper Louise Burke. Die heeft daar heel veel werk aan gedaan. Uh, en wat zij gedaan heeft is uh, een groep snelwandelaars. ...heeft zij naar haar lab laten komen in Australië. En dan mochten ze zelf kiezen... ...wil jij doorgaan uh, op het dieet dat jij hebt... ...gewoon met, met high carbs. Ja, ja. Of wil jij voor het LCHF, low carb, high fat... ...dus dat is het ketogenic dieet. Nou, hebben ze netjes gekozen. En volgens mij drie weken lang... ...hebben zij getraind daar... ...en dat dieet gekregen. Ja. Nou... En wat er dan gebeurt in die drie weken, is uh, ten eerste. Wat wel gebeurt is, je, zie, je zag die vetverbranding sowieso van die, die tweede groep omhoog gaan. Ja, dus krijgen. dat effect is waar. Ja. Uh, bovendien verloren zij meer gewicht dan de eerste groep. Ja, dat wil ik meteen gaan zeggen. Ja. Vetverbranden klinkt natuurlijk ook als afvallen, is dat Klopt. ook zo? Je vetvoorraden gaan dan slinken. Dus als je het daarvoor wil gebruiken, is het volgens mij een prima dieet. Ja. Ik bedoel. Uh, en dan moet ik ook nog zeggen, ik heb gisteren nog even zitten zoeken. Het wordt ook ingezet bijvoorbeeld, en daar komen we misschien straks maar even op, dat ketonen wellicht ook andere effecten hebben. Bijvoorbeeld bij kinderen met epilepsie. Oké. Okay. Ja, en dat is denk ik iets om te parkeren. Maar nou goed, bij die mensen uh, uh, meer gewichtsverlies, uh, dus het, 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 uh, meer vetverbranding. Maar wat ze. En zelfs een verbetering van de VO2 max. Oké, okay. alleen, alleen maar minder, ja. een stuk minder dan de verbetering van de VO2 max in de groep die wel gewoon de koolhydraat kreeg. Wat? Ja. Dus in die dus zin, zeggen, ze kreeg zei, hetzelfde zei, trainingsprogramma. Hetzelfde trainingskamp, ja. drie weken apart, snel ja. wandelen tot je ons weegt. Letterlijk. Ja. Maar het blijkt dus, als je gewoon eet, is dat trainingsprogramma nog effectiever, zeg je dat? Ja, dan? daar komt het eigenlijk wel op neer. Want uh, daar zat het hem, ze krijgen hetzelfde trainingsprogramma. Maar dat was voor die twee met die, die, die uh, low carb, high fat, Die had het wel een stuk zwaarder. Ah. Want het is gewoon moeilijk om intensieve trainingen te doen op alleen vet. Ja. Dan mis je toch die koolhydraten. Dus wat zij wel proberen is dat met de, met de vetten op te rekken van... Alleen die groep die wel de koolhydraten heeft, die kan wel makkelijker die intensieve inspanningen aan. En nou, dat heeft puur te maken met de efficiency weer van, van je zuurstofverbruik. Dat per liter zuurstof ja. je uh, meer energie... je met energie, koolhydraten meer energie maken dan met vet. Vetten. En dat zagen ze dan ook terug als je uiteindelijk... Gingen ze dan drie weken weer terug? En mochten ze allemaal weer op het gewone dieet? Want dan zei ze: Ja, normaal ga je teperen dan naar de wedstrijd ja, toe. Ja. En toen hebben ze echt een serieuze. Uh, We hebben loop nog steeds een wandelen. Ja. ja, ik vind het echt een van, een van de kampioenschappen. <laughs> ja. En dan hebben ze echt naar, doen? naar tijden gekeken, naar snelheden. Ja. En die vergeleken van voor dat hele programma. En dan zagen ze gewoon daadwerkelijk dat degene die uh, het, het dieet met de hoge koolhydraten had. Die presteerden allemaal veel beter dan de mensen die dat low carb hadden gehad. En dat is puur dan het feit dat zij... En dan ga je uit van... Ze, ze pre, nou, bij zo'n race gaan ze ongeveer op 80, 25 procent van hun v 2 max ja. zitten. Alleen als je dan echt gebruik kan maken van je koolhydraten vol... Dan levert dat gewoon per die liter zuurstof weer meer energie, meer op. energie op. En het heeft dus... Wat, wat blijkt is dat... Het lichaam past zich eerst aan aan dat uh, low carb, high fat. Die machinerie om die vetten beter te verbranden, ja, die komt op gang. Dat gaat goed. Be meer enzymen daarvoor. Kunnen ze ook beter. Maar het gaat wel ten koste van de machinerie om met die koolhydraten om te gaan. En dan ra dat, dat raak je kwijt. En dat heb je binnen die drie weken ook niet meer terug. Nou, dus je moet zegt, die twee gewoon samen blijven trainen. Jij zegt binnen die drie weken. Ik weet niet of dit is omdat wij hier wel eens over geluncht hebben of er, of dat mm -hmm. dit in het boek van uh, Hutchinson staat. Er is toch ook kritiek op deze studie dat ze het maar drie weken hebben getest. Ja. Dus het, dat de effecten van ketonen uh, nooit in drie weken te zien ja, zijn. Ja, En daar kan ik, dat is ook wat Louise Burke zelf aangeeft. Ja, ik kon ze niet langer uh, aan het lijntje houden laat, Maar dat zijn wel de pleitbezorgers van dit dieet zeggen vaak ja, drie weken is veel te kort. We moeten maanden, ma uh, vijf maanden, zes maanden. Ja, zij komt al wel met argumenten waarom ze suggereert, maar waarom zou het dan wel beter? Waarom zou die machinerie om met koolhydraten om te gaan, dan wel weer uh, ja. een beetje op peil komen. Dus ja, dat zie ik 1, 2, 3 ook niet. Maar die studies zijn inderdaad niet uitgevoerd. Dus je kan nog steeds zeggen: ja, bij mij werkt het wel. Aan de andere maar andere kant, ergens 21 in dagen voor ja. een lichaam om zich ergens op aan te passen, moet echt ja, wel... Maar ik kan me zetten. wel een voorstelling bij maken, of tenminste, eh, niet bij mij. Het lijkt mij logisch dat als wij gaan trainen, en we hebben het over onze 80-20 procent gepolariseerd trainen. Ja, bij die duurtraining, ja, dat is prima. Dat is allemaal ja, vet. Ja. En dan train je ook weer die enzymen en uh, alles wat nodig is om die vetverbranding uh, in, in je spieren uh, zo efficiënt mogelijk te maken. Nou, bij die intensieve training, ja, dan, dan train je dat stukje weer van, ja. van je spieren. Hey, en is daarom, want daar begon je deze inleiding mee. De ketogene dieet is echt populair onder ultralopers. Mm -hmm. Die zijn natuurlijk per definitie. Laag intensief Klopt. bezig en heel ja. lang, dus die zeggen: Joh, het is helemaal niks dat ik die piek mis. Ja, en die snelwandelaars, jij begon al te lachen en uiteindelijk hoefde zij maar 20 kilometer uh, te lopen. Dat doen ze anderhalf uur nodig, ja, dus het is nog dat is ook het punt. Ja, eigenlijk misschien als jij inderdaad voor een inspanning gaat van zes, zeven uur of of dagen, ja. en jij komt helemaal niet boven die uh, die vijf of zeventig procent van je VO2 max uit. Ja, dan, dan raak jij helemaal je koolhydraten niet aan. Tenzij je af en toe toch een tussensprintje doet, of een nee, bergje ja, op moet. Of... Want dat hebben ze ook gezien, ja. toch? Dat, dat mensen dat inderdaad dan ook niet meer kunnen. Het sprinten. Ja, dat is eigenlijk. Ik weet niet of ze dat in die studie gedaan hebben, maar dat, uh, ja, dat is dat, dat. Je moet toch af en toe. Kijk, het is ook niet van het lichaam kiest van. Ah, nu ga ik helemaal vol voor de vet koolhydraten tijdens een inspanning. Het, het is altijd ja, een mix. Ja, ja. En in die zin, als, als wij met name gaan fietsen, ja dan, is het, uh, dan, dan zul je even toch uh, je suikers moeten aanspreken op het moment dat jij die aanrodsen weer, uh, weer op moet of uh, even je, je fietsmaatje wil inhalen. Ja. Dus dus continu wordt dat toch wel even uit, die glycogeenvoorraad moet er gesnoept worden. Kijk, en als je dat onvoldoende hebt of onvoldoende getraind hebt, ja dan kom je dat denk ik linksom of rechtsom. Gaat je daar tegen zitten, ja. En, en zijn er dan nog andere ge gezondheidsbevorderende effecten? Want koolhydraten hangt natuurlijk veel samen met suiker. Mm -hmm. Suikerinname hangt natuurlijk veel samen met diabetes en ja. andere welvaartsziektes. Ik heb altijd het idee dat dat ook... Uh, een, hè, de, de, de mensen die zo'n dieet volgen, is ook een soort tegenreactie Klopt. op die overconsumptie van suiker. Ja. Die, de, de, is, dus is in die zin, zin ja, valt het ook voor volgens mij, misschien was het Atkins dieet ook al zoiets. Ja, dus dat moeten we. Maar dat is dan praat je over de nou ja, wij hadden specifiek over sporters. Ja. Uh, nou, die knip wil ik ook even ja. zetten. Hè? Dat we, dat, daar, want, want ik hoor voor al waar wij meer, naartoe voor gaan Voor mensen die compulsie. gezond willen leven. Ja, ja, daar zijn inderdaad die aanwijzingen. Want te veel suiker is sowieso niet goed. Hè? Nee. Er wordt natuurlijk ook gekoppeld deels aan dik worden. Obesitas, ja. omdat uh, die suikers uh, een stukje kan in glycogeen. Maar uiteindelijk wordt het weer vet omgezet. Plus je hebt het feit dat die, die suikerspiegels in je bloed, als je die omhoog uh, laat komen. Insuline ja. wordt dan weer geproduceerd om dat weg te werken. Ja, dat, dat systeem raakt op een gegeven moment uitgeput. Uh, te hoog glucose in je bloedvaten. Daar hou je bloedvaten ook niet van. Dus in die zin is het denk ik een prima om te minderen met je koolhydraten in je dieet. Is ja. gewoon een prima. Juist omdat, optie. wat wij hier in deze podcast ook bespreken, het zo'n goede energiebron Klopt. is. Ja. Maar ja, als jij de hele dag op kantoor zit en uh, niet sportief bezig bent, ja. dan heb je ook niet zoveel energie dus nodig. Dus bewaar hem voor als je gaat fietsen of hardlopen. <laughs> ja. Zeker. Ja. En wat ik dus even zei, ja, dat ketogene dieet wordt ook wel ingezet bij. Nou ja, epilepsie kwam ik achter. Nou, Diabetes heeft het uh, paar goede resultaten gezien en dan even nog terug uit de studie van Hespel vorig jaar. Mm -hmm. Want die was wel, dat was echt een een, een game changer. Dus in en daarmee denk Hespel ik. was de studie in Leuven. Ja. Ja, precies. Met de dus dit jaar heeft hij uh, ja. tijdens die, uh, die de, de de inspanning gedaan. Maar vorig jaar zei hij ja. Ik ga het heel anders benaderen. Wanneer, want het lichaam bij vaste eh, wanneer ketonen wel belangrijk zijn, is dat moet je het dan niet juist gaan geven op het moment dat het lichaam in een katabolentoestand, toestand noemt hij in een afbraaktoestand zit. Okay. Lees moet je dan niet mensen gewoon echt renners of, of sporters uitputten mm -hmm. en dan gaan kijken of ketonen je er sneller bovenop kunnen helpen dus, voor herstel. Ja. Ah, en dat is. Altijd een uh, interessant onderwerp. Zo hebben mensen dat nog nooit eigenlijk bekeken. Ja. En wat hij gedaan heeft, heeft studenten. heeft hij uh, drie weken lang aan een soort. Hij noemt het een soort Tour de France onderworpen. in het lab. Elke dag naar het lab fietsen, fietsen. Uh, steeds inspannender. En uh, de ene groep op ketonen, de andere niet. na afloop. Oké. Okay. Nou, en toen kwam hij wel op een gegeven moment verschil tegen. Wacht even. In de derde week, want hij zag gewoon dat hij. Die mensen, de proefpersonen op ketone, die konden de derde week meer vermogen trappen. Uh, en hij zag dat ook deels terug in de hormoonspiegels, waar minder stresshormonen werden geproduceerd. Wacht even. Ja, en dat maar is... Maar dat is nogal significant. Ja, en dus hij zegt en hoe verklaart hij dat? Nou ja, dat, het heeft dan te maken met... Hij, hij ging echt kiezen voor overtraining of overreaching. Dus ja, ja. eigenlijk begin dus... Uh, dus ja Het is wel een belangrijke nuance ja. want dat wil dus niet zeggen als je af en toe drie keer in de week een rondje hard loopt of een rondje met Precies. je maatjes fietst dus je moet echt een, een, een inspanning gaan doen die jij niet gewend bent jezelf over de kling jagen en dan uh, nou ja na drie weken zoals profrenners dat in principe tijdens de Tour de France kunnen gaan ervaren ja uh, ja, dan, dan, dan word je. Nou ja, je hormoonstelsel raakt. Uh, een beetje van, uh, behoorlijk van slag. Je, je hart. Uh, je hartslag wordt ook anders. Hè? Je rusthartslag gaat, ja. uh, gaat wat omhoog. Je hart uh, reageert minder snel tijdens de inspanning. Al die dingen heeft die gemeente hij Heeft bewust gekozen. Ik ga eens een beetje overtrainen. En dan lijkt die ketonen gunstig te, te zijn. Maar als je dan goed inzoomde. En dat liet dat hij ook zien op die hormoon. Maar er was één cruciaal punt. Waaruit ik iets had van ja, maar dit had je net even anders moeten doen. Is het feit dat de, degenen die die ketonen kregen, die gingen beter eten. Het was Ook. een studie waarbij ze eigenlijk die, uh, de mensen die proefzonen mochten zelf na afloop in die drie weken hun, hun, uh, hun kostje klaarmaken en ja, opeten. Ja, ja. En wat hij zag was dat het calorieverbruik van de, de groep die niet de ketonen kreeg. En dat... weer dubbelblind, ze wisten het niet van zichzelf. Nee. Nee, maar okay. wat er gewoon gebeurde, is: die lui die gingen niet meer eten. Terwijl ze wel, dus drie weken lang, gingen fietsen. Dus die kwamen in een negatieve energiebalans. Dat ja. liet je ook zien. Ja. Dus hij hield wel netjes. moesten netjes afwegen: wat ga je eten? En, ja, en dan ja. kon je uitzien hoeveel zoveel allergieën je binnengekregen. En de groep met die ketonen, die. Paste zich wel aan, aan dus dat, dat meer, uh, ja, dat, dat heftige maar is trainings... Maar een, een, een voorkomen onlogisch effect als je zou zeggen ketonen zijn een energiebron. Dus als je energie toedient, dan ja. zou je toch niet nog ook meer nee, willen dus hij, eten? Nee, hij ziet het, misschien heeft het te maken puur op het hongergevoel. Oh ja. Uh, misschien heeft het, en dat past dan ook weer in het beeld van dat het wordt ketonen worden ook wel ingezet bij mensen met Alzheimer, Parkinson, dat het toch gunstige effecten lijkt te hebben op zenuwcellen, ah? waarbij zenuwcellen in die uh, uh, ziekte bijvoorbeeld ook een bepaalde uitbalans zijn. De energiebalans ja, is verstoord. Ja, ja. Uh, iets in die context uh, dacht hij ook aan en dat dat er wellicht mee te maken hebben. Maar ja, ik had er dan voor gekozen om echt ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde te eten kreeg om echt het effect van aangepaste aan te, te aan de kunnen training. isoleren. Ja. Ja. Ja, 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 en dan ja, ja. zien. Van, is, het, is het nou het, het tekort aan eten eigenlijk, gewoon sec? Of doen die ketonen nog iets extra's daar bovenop? Nou, daar is eigenlijk die studie helaas uh, op, op Kortom, stil blijven staan. meneer Hespel moet nog even door. Ja. Laten hem, wij, uh, voordat we gaan zoomen met Vroemen, even een tussenconclusie maken. Ja. Uh, volgens mij... Zeggen we, uh, laat ik even bij dat stuk van het ketogene dieet beginnen. Mm -hmm. uh, daar krijgen we vast reacties op van mensen die dat doen, die daarin geloven. Leuk, ja. Prima, leuk, laat me weten. Ja. Maar wat wij hier stellen, hartstikke goed om af te vallen. Uh, je zet je vetverbranding aan, hartstikke, uh, daar doen we verder geen uitspraken over. Maar als jij een atleet bent met sportieve ambities, Klopt. die iets verder gaan dan alleen het ultralang laag. Dan doe je jezelf tekort, want dan heb je gewoon een, een glucose- of een koolhydraatsysteem nodig. Ja. Voor dat stukje anaerobe, versnellen, hoog intensief. En dat ook getraind is. Dus ja. zeggen we: eerste tussenconclusie. Een ketogeen dieet is voor mensen met sportieve ambitie. Luister even goed <laughs> naar deze. Niet zinvol. Klopt. Onzin weet ik niet, maar, niet, ja. maar het helpt je niet om beter nee. te presteren als amateursporter in dat segment. Ja. Tweede is: wat doen dan die topsporters en waarom? Hoor ik jou eigenlijk zeggen, naar aanleiding van de studies in Leuven. We zien in eerste aanleg op onze min of meer klassieke parameters nog geen significant effect. Maar toch wel allerlei veelbelovende effecten. Ja. En als ik jou beluister, kom ik eigenlijk tot de conclusie. We weten het nog niet zo nee. precies. Nee. We nee. hebben getoetst op wat we wisten, daarvan zien we niks. Maar we zien opeens wel andere ja. effecten. Nou, laten we daarmee eens gauw gaan zoomen met Vroemen. Om Lijkt. te horen wat hij met zijn topsportatleten doet en wat zijn kijk hierop is. Lijkt me goed. We gaan zoomen met. Goedemorgen Guido. Goedemorgen Guido. Goedemorgen weer. Hey, wat goed uh, dat je bij ons weer aansluit. En vandaag over het uh, thema ketonen. Nou laten we maar bij het begin beginnen Guido. Als ik ketonen zeg, wat roept dat bij jou op? Nou, op zich eh, praktisch gezien denk ik eh, smerig. Ja. <laughs> heb, je, heb je ze, want jij probeert toch alles zelf ook? Heb jij ze zelf ja, ja, geprobeerd? Ja, dat zeg ik al. Het is echt smerig. Ja. ik ben niet van de bietensap, dat vind ik al heel smerig. <laughs> Uh, maar dit is nog erger. Oké, okay, uh, kun je beschrijven de smaak? Nee. Nee. Ja, weet je, het is echt heel vies. Daar kun je echt niks van maken. Ja, oké. Okay. Er waren ook wel wat, wat producten, uh, aantal jaren geleden, die dat met ketone drank hadden dat gezet, maar daar zat toch veel meer suikers in, dus dan werd het al zoet. Maar dit is het niet hoor, dit is echt vies. Ja, maar ja, we hebben net in de aflevering geleerd uh, van Jurgen, het is toch een soort wonderdrank, wordt het <laughs> nou, genoemd. Uh, ja. Schrijf ja. jij het jouw atleten Tussen voor? Aanhalingstekens, ja. Nee. Nee, 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 nee daar, ben ik, daar kan ik heel snel uh, op antwoorden: nee. Okay. Heb, dus... je, heb je atleten uh, die bij jou hebben aangeklopt en gezegd: Guido, uh, mag ik die nemen? Of waarom mag ik die niet nemen? Nou ja, mag. Heeft, de vraag was meer van: heeft het zin mm -hmm. voor mij? Als ik dit ga nemen, word ik daar beter van. Ja. Ja. Wat is jouw antwoord? Ja, dat, ja, dat, mijn antwoord was: ja, dat is als je drie weken lang een wedstrijd hebt, noem de Tour de France of de Giro, als je die gaat rijden waarbij je echt elke dag weer heel zwaar belast wordt en eigenlijk steeds slechter herstelt. Ja. En je komt terecht in een, een, een negatieve energiebalans, ja, dan gaat het je wel helpen, omdat je daarmee die negatieve energiebalans. Schijnt te voorkomen, uh, ja. minder maakt. Okay. doe je dus gewoon eigenlijk niet minder wordt in, uh, in energieafname. Uh, en dan heeft het zin. Ja. Maar ja dus jij je kent de. Je kent de studie van Hespel van vorig jaar die dat uh, suggereerde. Hè? Ja. Ja, en dat is eigenlijk. Dat is natuurlijk nog niemand eigenlijk verder nog nagedaan of bevestigd. Nee. En uh, dus dat het eigenlijk meer is van uh, een hersteldrank dan een ja. drank die je tijdens de inspanning neemt. Want daar ja. is nog weinig evidentie voor, in ieder geval over dat glycogeensparend effect. Ja. Voor jou blijft ook dat tijdens inspanning in principe gewoon goed aanvullen van je koolhydraten. door middel van jouw uh, suikerdrankjes of de gelletjes. dat dat voorop staat en dat dat ja. afdoende moet zijn. Ja, glucose, fructose inname. Die heb je eigenlijk, eh, mijn zin is, nodig. En die kun je snel gebruiken. Mm -hmm. um, verbranding in je, in je motor, dat uh, zeker in, 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 uh, in wedstrijden, nou ja, waar de intensiteit, ook al is het een hele triathlon, ja, die, die intensiteit ligt toch nog, nog best uh, nou ja, op, op aero-, op gebied op een, in een evenwicht. Ja. Dus dat is nog best hoog. En um, daar, daar heb je gewoon veel koolhydraten nodig. En die kun je het makkelijkste verbranden. Ja. En um, het is niet zo, kijk, koolhydraten, daar, die verbrand je en daar komt CO2 en H2O, he, kooldioxide en water komt eruit. Ketonen verbrand je, daar komt niks anders, anders uit natuurlijk. Het is niet totaal ineens extra veel energie ergens uit het niets komt. Nee. Nee, dat bestaat natuurlijk niet. Nee. Maar ja, en daar is ons lichaam, die ketonen zijn daar ook niet voor uh, nou ja, eigenlijk gemaakt. Wanneer gaat ons lichaam ketonen zelf maken? Als je niks meer hebt van ja. koolhydraten. He, als je gaat vasten. Als je gewoon drie dagen niet gaat eten. En op een gegeven moment is je hele vooruit leeg. Ja, dan kom je in een soort vaste toestel. Want dan, dat is een soort escape-mechanisme van ons lichaam. Dan ga je ketonlichamen maken. En die plas je ook uit. En dat kun je dus aantonen in je urine met zo'n strookjes. Ja. Dat hebben we met medische biologie. Prachtig ook wel gedaan, hè? Ja. ja wel Ja. <laughs> Leuke <laughs> proefjes. Ja. Om het zeg maar in te nemen tijdens inspanning en dat je daar beter van gaat presteren. Om de... Nee, dat denk ik niet. Snap jij dan toch dat er nog de helft van de ploegen het schijnbaar ook tijdens de ritten gebruiken? Nou ja, of, denk, of denk jij dat dat niet dat eigenlijk het verhaal is dat ze hem na de rit als hersteldrank echt uh, gebruiken? Weet jij hoe het zit met ja. het peloton zelf? Ja, het is natuurlijk een beetje um, de vraag van wat ze zeggen en wat ze doen? Mm -hmm. Um, zit heel dat is veel al goeie jaren achter. in de wereld yeah. zo natuurlijk. Ja. Er, zit heel veel, hè, er zit heel veel commercie achter. Um, het zijn echt rete dure drankjes. Ja. Hè, dat je denkt, nou, bizar duur. Dat kost je een vermogen. Dan denk je, ja, dan kan ik wel een week van eten man. Oeps op. Ja. 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 En veel lekkerder. Ja. Ook ja. nog. Ja. Um, dus daar zit ook een hele hoop commercie achter om die dingen te verkopen en nou ja, als, als grote ploegen zeggen dan, ja maar wij gebruiken het en wij gaan harder van fietsen dan is dat wel een goede klink. een goede reclame, ja, dus dit, zeker. dit, dit ja. is uh, hier ben jij allergisch voor Jurgen, dit is de marketing hype ja, van een nou product ja, dit, uh... en of het dat kan de renners een minuut. goed gevoel geven, denk ik altijd als placebo effect van mijn ploeg doet alles om mij beter te maken of investeert in mij, lees zij zei: euh, nou, ze durven hele dure drankjes voor me te kopen en die werken ook nog volgens de wetenschap. Ja, dan, euh, dan wil je dat wel, dan, dan zit je in de goede ploeg, toch? Ja, dan wil je daar graag bij zitten, want ja, ja die andere renners die kijken dan eigenlijk: ja, maar hoor, zij hebben allemaal die dure drankjes. Klopt. Ja. En waarom hebben wij dat niet? Ja, ik, uh, ik, voel een, een, ik voel een lichte conclusie aankomen, maar niet voor dat, Guido. Ik heb wat door jou. Twitter-tijdlijn zitten scrollen. Ik oh. spotte daar toch nog een klein relletje in relatie tot dit onderwerp... waarbij mensen bijna bereid waren om jouw artsentitel van je af te pakken. Ja, ik voel hem komen. Ja, jij hebt ergens de suggestie gewekt... dat ja. uh, Tom Dumoulin zijn duimproblemen misschien wel eens iets te maken zou kunnen hebben... met die ketone. Nou wil ik dat niet herhalen en hoef je hier dat ook echt niet nog een keer te roepen. Maar ik ben wel toch benieuwd naar wat de aanleiding was... dat je in die hoek zat te denken. Ja, ketone... Dat He, is een stofje wat je normaal gesproken eh, niet drinkt, eet, mm -hmm. hoe je het wil noemen. Um, als je dat in, in, in grotere hoeveelheden um, vergelijkt met veel fructose, fructose is ook bekend, je, kan heel veel darmklachten geven bij bepaalde sporters. Ja. Je kunt er dan niet goed tegen. Mm -hmm. Als je ketone gaat nemen, nou, je hoeft niet heel moeilijk te gaan denken, maar dat kan natuurlijk dezelfde... Problematiek gaan opleveren in je darmsysteem. Want dat je, dat normaal gesproken moeten die darmen echt geen ketonlichaam in die hoeveelheden verwerken. Dus daar kun je al heel snel kijken. Als je dat dan ineens heel veel gaat nemen, dan zou dat dus wel kunnen uh, nadelige invloed hebben op je darmfunctie. Ja. Ja. En daar gewoon maagdarmproblematiek van krijgen. Ja. Nou, dat is, weet je, de, dan krijg je gewoon buikpijn, uh, uh, diarree misschien. Ja, dat, dat is niet zo heel moeilijk omdat... Nou ja, die aan elkaar te koppelen. Ja, en, en Dumoulin had al gevoelige darmen, bleek eerder natuurlijk. uit ja, staat hier uh, onbekend. Inderdaad. Ja, dus ja, inderdaad. Uh, helder. Nou ja, wat, mij, wat mij daar ook in verbaasde... Kijk, ik, le ik leg die link daarin. En um, daar wordt er ook nog bij gehaald van... Ja, maar de, jij als arts... Ten eerste, ik ben arts, uiteraard. Dat ben ik voor mijn hele leven. Mm -hmm. Ik ben, hè, Maar... Ik, ben niet, ik heb geen arts-patiëntrelatie met, met Tom Dumoulin. Nee. Ik ken die man niet eens vanuit een contact. Dus ik heb daar helemaal geen arts-relatie mee. Dus dat slaat nergens op. Weet je, dat, ik mag van iedereen wel zeggen: dan, ja, als iemand mij iets vraagt, van ja, ik heb last van zus of zo, als ze me aanspreken, ja, kan dit zijn, kan dat zijn. Ja. Doordat je dat durft te zeggen, nou ja, het was een beetje een overtrokken reactie en ik weet niet waar die vandaan kwam. Nee, er was zit, het is er zit een soort gevoeligheid rondom het thema. Er wordt heel ja. gevoelig geraakt. En dat, ja, geen idee. Ja. Nou, Ketogene dieet. Ja, ben je daar nog in? Dat denk ik wel, want dat is natuurlijk wel in bij ultra sporters, hè? Die ja. dus uh, eigenlijk het low carb high fat, LCHF dieet. Ja. Komt vooral in de, ja goed, op de, de, de Facebooks et cetera, komt er natuurlijk langs van, hé, uh, hey, maar bij mij werkt dat wel. Of uh, ja. stimuleert de vetverbranding, hebben we het al een beetje over gehad. Ja. Uh, jouw atleten, uh, willen die er ook aan en raad je die ook aan? Bijvoorbeeld ook misschien in de aanloop om wat, wat uh, kilo's kwijt te raken aan het begin van het seizoen? Ja, dat ligt er een beetje ook aan, aan zeg maar, hè, wat je al zegt, ultralopers. Mm -hmm. Je, je moet het wel zoeken in wedstrijden die echt heel lang duren. Dus daar kom je dus echt wel... Um, je hebt je, je inspanning daarbij, maar op een gegeven moment moet je gewoon een voedingsplan hebben, want je hebt gewoon voeding nodig. Ja. Als, je, als je je eigen systeem, um, je energiesystemen, zo um, efficiënt maakt dat het minder koolhydraten nodig heeft en veel op vetverbranding kan doen, op een redelijk... Hoog, hoog genoeg uh, intensiteit, dan spaar je dus die koolhydraten die je maar beperkt in kunt nemen. En vetten hebben we, nou ja, in principe wel genoeg altijd. Mm -hmm. He, dan kun je, wel een, uh, kun je wel een tijdje op doorsporten. Yep. Al gaat het dan wel wat, wat langzamer. Maar als je al nou ja, meer dan 50% van je energie uit vetverbranding zou kunnen halen, dan spaar je dus heel veel koolhydraten. En Dat is eigenlijk hetgene van als je dat soort wedstrijden doet en je moet heel lang. Uh, ook een hele triathlon waarbij je misschien tien uur bezig bent. Um, dan, dan word je natuurlijk minder kwetsbaar als je heel veel van je energie uit vetverbranden kunt halen. Want als je dan te weinig koolhydraten hebt ingenomen, ja. Ja, dan ga je nog wel door. Ja. Degenen die echt pure koolhydraatverbranders zijn, die echt dus bijna niks met vetverbranden kunnen... Ja, ja. en die raken op in de koolhydraten... Ja, die staan ook meteen stil, hè? Ja. Dan is het open. Ja, dus die, die, die hongerklop. Ja, de hongerklop is gewoon een stuk minder heftig. Als jij dat, uh, daaraan gewend bent door zo'n low carb, high fat dieet, eigenlijk. Ja, en je kunt dat volhouden nog Ja. Dat is eigenlijk hetgene wat je dan probeert. Hè? Weet ja. je, je gaat die. Nou, eigenlijk ga je je motor fine tunen. Ja? Dus je, er komt wat koolhydraten benzine in en er komt wat vetbenzine ja. in. En bij degene die heel uh, inefficiënt zijn, daar komt er heel veel koolhydraten in. Ja. Bijna alles. En die gebruiken bijna niks van dat vet. En die hele efficiëntie die gebruiken, die kunnen juist heel veel van dat vet, uh, van die vetbenzine zeg maar, gebruiken. En die sparen die koolhydraten. En die kunnen dus heel lang door daarop gaan zonder dat ze heel veel nodig hebben. Ja. Precies. En dan heb je die koolhydraten beschikbaar voor, waar we het eerder deze aflevering hadden, voor die anaerobe inspanningen, klimmetjes, inhaalslaggetjes die je er ook bij ook, moet kunnen maken. Ja, ook. Maar je kunt ook gewoon, lang, hè, weet je, je kunt ook gewoon um, de inname die je, die je hebt van de koolhydraten dat haal je toch nooit van wat je verbrandt. Ja. Dus je smeert het gewoon langer uit, waardoor je dus ja, ja minder kwetsbaar wordt en het langer gewoon volhoudt. Ja. Kijk, dus je raad dan, jij jou? Raad, het jou, raad jij het jouw atleet aan? Of raad jij het recreatieve ultra-atleten aan? Het is, het is best uh, lastig om, het, uh, uh, om je vetverbranding eigenlijk te stimuleren. Om die beter te krijgen. Als ik het ze aanraad en ze willen dat gaan doen. Dan moeten ze dat eigenlijk in de voorbereidingsperiode doen. Echt helemaal aan het begin. Mm. Want dan, uh, je moet dan eigenlijk uh, niet heel hard trainen. En je moet je. Dieet aanpakken. Ja. Oftewel, je eigenlijk ga je dus heel rustig trainen met een lege tank mm. van koolhydraten. Want je kunt niet je vetverbranding gaan proberen te stimuleren als je gewoon normaal koolhydraten blijft eten. Ja, nee, precies. precies. Dat werkt niet. En dan kun je net, als, je, als je één keer per week denkt, ja, weet je, ik ga dat ook doen. Ik ga één keer per week nuchter trainen, een uurtje, en dan word ik daar wel beter in. Ja. Maar nou, dan is denk ik de winst nog geen procent. Ja. Nee. Oké, okay, dus, dus ja, er liggen kansen. ketogene dieet voor sporters, amateurs. Aan het begin van je blok om je, om je systeem klaar te zetten. Met ja, dan trainen. moet je daar wel twee, ik denk toch wel zeker twee maanden echt ja, gewoon ja. Ja. heel structureel mee bezig zijn. Dus weinig koolhydraten gaan eten, zoveel mogelijk eruit gooien, en rustig trainen daarbij. Uh, wel zorgen dat je nou ja, voldoende energie binnenkrijgt en geen negatieve energiebalans krijgt. Ik ja. niet dat je het ketogeen dieet moet gaan gebruiken om af te vallen, wat je dan in het begin zegt. Nee, zo dus niet. En dan terug, het wel. terug naar het hoofdonderwerp van deze aflevering: ketonen. En dan met name synthetische ketonen als voedingssupplement. Guido, zinvol of onzin? Nou, als je dus een Tour de France moet rijden. Ja, maar dat doet. doen wij niet hè. Onze luisteraars zijn amateur-duursporters, triatleten. Goed, dan voor onze luisteraars die gewoon een keer een wedstrijd doen, of misschien twee keer in de week en zo: onzin. Onzin. En vanuit de wetenschap Jerge? Onzin. Nou, dan hebben we weer een lekkere conclusie van onze slimme steren podcast te pakken. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, er roept vast reacties op. Ben je zelf bezig met een ketogene dieet? Of heb je wel eens uh, geproefd aan de ketone of wil je dat? Le reageer op de slimme podcast via social media, bijvoorbeeld. Slimme podcast op Twitter en Instagram of @sportarts. Tag hem lekker mee. En dan, uh, dan reageren we altijd. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl waar iedere aflevering en ook deze een eigen webpagina heeft waaronder je reacties kan achterlaten en uh, wij reageren altijd. Of als je zegt ik hou daar niet zo van in dat openbare domein ik wil liever gewoon even één op één communiceren dan kun je met ons e-mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, misschien nog wel leuk om even een reactie eruit te lichten uh, ik zoek even uh, deze erbij. Die uh, was onder andere uh, naar, naar aanleiding van onze vorige aflevering, uh, Guido. Um, Harme uh, bij ons uit de club, die mm -hmm. WhatsAppte. Hè, dat mag ook, je mag ook al, uh, WhatsAppen. Die podcast van Jurgen en jou, hè, daar moeten we eens wat meer mee doen. Nou, dat doen we bij deze. Seizoen 2 is helemaal los. Ze zijn van hetzelfde gezelligheidsniveau als de Live Slow Ride Fast. Met een wetenschappelijke invalshoek toegevoegd. Echt fantastisch. Toen hadden we jou nog niet eens aan de lijn, Guido. Dus uh, moet je naast gaan. Dus Is dat nou weer nou helemaal negatieve invloed. Dat weet ik ook niet. Hè? <laughs> nou, <ja. laughs> uh, bij deze, laat het ons weten. Ja. Zoomen met vroemen. Wat vind je ervan en wat vind je van de podcast? Ja. Wij zien jou graag weer terug. Uh, zien of horen jou graag weer terug uh, volgende week. Tot zover. Dankjewel, Guido. Tot volgende week, Guido. Graag gedaan.